De voorlopige sluiting van de Saronbrug zorgt voor kilometerslange files. Vanwege een verkeersongeval op de brug raakte deze zo zwaar beschadigd dat het ministerie van OV genoodzaakt was de brug tijdelijk te sluiten. Om dit probleem op te vangen heeft DC Audrey Hankers van Wanica Zuidoost alternatieve routes uitgestippeld. Volgens Hankers ontstaan deze files niet alleen vanwege de sluiting van de brug, maar ook door de vakantiedrukte. De burgermoeder hoopt dat de alternatieve routes de filevorming op de Indira Gandhiweg zullen verminderen. Als de mensen vanuit het zuiden komen, kunnen zij, als zij richting Paramaribo wensen te gaan, richting Curaçao, dat is rechtsaf, is een zijstraat van de Indira Gandhiweg, waar we nu op dit moment staan. U gaat rechtsaf, u neemt gelijk linksaf de Sumatraweg, u komt dan de Tulifo Kanaalweg binnen en vervolgens de Martin Luther Kingweg en u bevindt zich dan richting Paramaribo. Dat is een der uitvalswegen. Verder kunt u nemen de Javaweg. Als u zo gauw in de Javaweg bent, rijdt u rechtdoor. U komt vervolgens dan de weg naar Rieberg komt u op. Vervolgens de Helena Christinaweg en zo kunt u dan vervolgens Paramaribo uw weg bevinden richting Paramaribo. De grote schoolvakantie duurt nu al enkele weken. Ten aanzien van eventuele calamiteiten op de verschillende recreatieoorden zegt DC Hankers het volgende. De calamiteiten die ik heb meegekregen. Dat was laatstelijk dat een jongetje is heen gegaan. Dat is te Reddy Dottie. Dat was één. Verder hebben wij een zware aanrijding meegemaakt. En eveneens een beroving. Kijkt u, ongelukken en narigheden kunnen wij niet voorkomen. Maar wij proberen dat te minimaliseren. En bij deze mag ik u aangeven. Vandaar dat wij de desbetreffende actoren, de politie, het Nationaal Leger gevraagd hebben om ons in deze bij te staan. Heeft u aangescherpte maatregelen getroffen voor de vakantieorde die wel op para liggen? Absoluut. Daar hebben wij samen met de recreatiehouders hebben wij een meeting belegd waarbij we collectief securitybedrijven hebben aangeworven om de veiligheid van de burgers veilig te stellen. En dat was Audrey Hankers, DC van Wanica Zuidoost. Ze sprak over de filevorming die zich op de Indira Gandhiweg voordoet na het zware verkeersongeval op de Saronbrug. De DC heeft enkele alternatieve routes voorgesteld om dit probleem tegen te gaan.